Welkom bij Zit Start Met Beleggen. De reeks waarin ik jullie toon hoe je moet starten met beleggen en waarom je zou moeten starten met beleggen. De vraag van vandaag komt van Josephine. Hey, mijn naam is Josephine en de laatste tijd lees ik heel veel over de beurs en ook ik zou graag mijn eerste stappen richting de beurs zetten. Maar hoe doet u nu eigenlijk het beste en waar kan ik ook de meest relevante info vandaan halen? Thanks! Dag Aruna. Wat vind jij nodig om te starten met beleggen? Ik denk dat het belangrijk is als je start met beleggen dat je de juiste motivatie hebt. Beleggen is een marathon en geen sprint. Het is belangrijk om zo lang mogelijk te proberen beleggen, omdat ook je winsten exponentieel zullen stijgen naar het einde van je beleggingen toe. Het is daarbij ook belangrijk om je niet te laten tegenhouden door een tegenslag. Een vraag die ik vaak krijg is of je veel geld nodig hebt om te starten met beleggen. En je hoeft echt absoluut niet rijk zijn om te starten met beleggen. Als je al enkele tientallen euro's per maand aan de kant kunt zetten, kun je echt al gaan beginnen. Het is interessant om eens te gaan kijken van wat jouw inkomsten op maandbasis zijn, maar ook jouw uitgaven. En vaak valt er aan die uitgaven wel wat te veranderen. Bijvoorbeeld denk maar aan onnodige abonnementen die je niet meer gebruikt. Of bijvoorbeeld telefonie, gas en elektriciteit waar je misschien te dure abonnementen hebt. En die tientallen euro's per maand kunnen op lange termijn best wel wat geld gaan opleveren. Heel belangrijk, beleg enkel met geld dat je op korte termijn kunt missen en op langere termijn dus kunt gebruiken om te beleggen. Wat je natuurlijk ook nodig hebt, Cedric, is een effectenrekening. Een effectenrekening kan je openen bij de bank of een online beleggingsplatform. Een effectenrekening verzamelt effecten. En effecten is een verzamelnaam voor alle soorten beleggingsproducten. Je moet een tal van dingen in overweging nemen wanneer je kiest voor een online platform of voor een bank. Als je een actieve belegger wil zijn, kies je best voor een online beleggingsplatform. De broker is als het ware een tussenpersoon tussen jou, de belegger, en de beurs. Er zijn tal van dingen die je in overweging moet nemen. Worden er bijvoorbeeld gratis opleidingen aangeboden of gratis beursinformatie? Is de app gebruiksvriendelijk? En zo meer. Eens je een effectrekening hebt geopend en er geld op hebt gestort, kan je van start gaan met beleggen. Wat ik ook belangrijk vind als beginnende belegger, is dat je voldoende informeert en niet roekeloos start met beleggen. Je kunt op het internet heel wat informatie vinden rond beleggen. Je kunt bijvoorbeeld webinars volgen of podcasts rond beleggen. Of je kunt je aansluiten bij een beleggingsclub waarin je samen met andere mensen kunt overleggen over investeringen. Tot slot zijn er heel wat boeken geschreven over beleggen. Denk aan The Intelligent Investor van Benjamin Graham, wat echt de beursbijbel is. Zelf las ik het boek Beleggen voor Dummies toen ik startte met beleggen. Ondertussen heb je ook Investeren in de eerste en tweede helft van je leven, een boek van Michael van Rogenbroek. En zelf schreef ik ook recent het boek Je bent jong en je wilt beleggen. Het is inderdaad zo, Cedric, dat het internet een bron aan informatie is, maar het is belangrijk om altijd kritisch te blijven. Zeker als het over de beurzen gaat, omdat daar de onzekerheid speelt wat er gaat gebeuren op de beurs. Dit geldt niet alleen voor het internet, maar over alle beursinformatie te koer, dus ook over jouw boek. Josephine, hopelijk is je vraag beantwoord en hebben jullie ondertussen allemaal al goesting gekregen om te starten met beleggen. Dit was Zit Start Met Beleggen en volgende week gaan we jullie tonen waarin je allemaal kunt beleggen. Tot dan!